Die lili. Die die. Die die. Ja, precies. Dat is niet voor de lol, nee. Ze gaan in het water rennen. Ren dan! Goed zo. Nou, Hou gaat ook weer in het water. Hou moet ook weer stoer doen. Dat vrouwke, van haar moet ik leren hoe je hallo zegt. Kijk maar. Zo zeg je hallo. Hallo! Dit is toch echt erg, jongens. Hier kan je gewoon voorbij lopen, want op het strand is niks interessant. Hier zijn we in Haloli City. Kijk, als ik wegloop, dan zegt hij... Je moet foto's maken! Oh, ik moet eerst met Hou praten. Hallo, Hou. Oh, we krijgen dat nu, dat je foto's kan maken, want daar moet je eerst iets voor hebben. Als ik nou gewoon dit oversla, dat ik die upgrade niet heb... Oh, dit... Oh. En dan is de tutorial ongeveer een beetje af. Ja, ik weet hoe het werkt. Ik druk gewoon 6 keer op foto maken. Het is fantastisch. Ik heb 6 foto's gemaakt van Pikachu. Ik kies die. Ja. Ik heb 717 punten. Fantastisch. Oh nee, nee. We gaan hem niet opslaan. Close the Pokefinder. We zijn bijna klaar, Zander, met de tutorials. Welke Pokémon mogen we hier vangen? In Haloli City een... Ah, een Wingull. Lol. Nou, beter dan een Mime Junior. Ja, dat is gewoon een soort van Pokémon Snap, ja. Beter dan Pokémon Snap. Nou, ik weet niet of dat helemaal waar is. Ja, ik weet dat het sarcasme was, Zander. Ik weet het. Wingull zal toch niet zo hoge catch rate hebben? 3. Ah, top. Dat dacht ik al. Pico has reborn. Super nice. Laten we even kijken of we iets hieraan moeten veranderen. Take the health item. Heel nice. Hij doet wel lang om te levelen trouwens. Nou, we Lily, daar zullen we wel weer mee moeten praten. Oh, het is nog steeds niet over, dat gedoe. Ja, Grubbin doet er lang over met... Ze hebben ook veranderd waar je die kan laten evolueren als het goed is in deze game. In vergelijking met de vorige game, omdat het echt op een kutplek moest. You obtained a lens case. Sander, dit is dus ook nieuw. Voor de mensen die dit op YouTube kijken, ik moet dat Sander even uitleggen. De verschillen tussen Ultra Sun and Moon en gewoon Sun and Moon. Deze stickers, dat zijn zeg maar... Je had Zygarde cells in Sun and Moon om... Het collecten. Hier heb je die stickers. En met die stickers kan je zeg maar de totem Pokémon's kopen. Je kan de totem Pokémon zeg maar. Die kan je dan zeg maar van die stickers. Kan je die zeg maar innen. En dan krijg je die totem Pokémon's. Wel wat later in de game natuurlijk. En dan moeten we zo meteen als goed tegen Team Skull. En daar ging het vorige keer fout. Maar ja, toen had ik dus nog maar 1 of 2 Pokémon's. Dus. Nee. Die kan ik nog niet pakken volgens mij. Ik zag hem wel hoor. Maar. Ik doe niks met die totemstickers, die laat ik meestal hangen. Behalve als die echt heel erg in de buurt ligt. Dat is leuk voor een eerste playthrough om te doen, maar... Team Skully. Ja, maar die totem... Ja, nee, die ga ik niet gebruiken. Wow, hun had een safaribal, zag je dat? Hij had gewoon een safaribal. Hoe komt hij daar nou? Want die heeft hij sowieso gestolen. Ik moet trouwens foul play doen. Alleen Zubat is natuurlijk niet zo goed, dus dan doet foul play niet zoveel damage, denk ik. Valplay is echt goed op een Slaking of zo. Of in ieder geval een Pokémon met een heel hoge attack. Hoezo hit je jezelf nou in confusion? Wat is dit voor een bullshit? Oeh, dat doet veel damage, denk ik. Ja, veel mee. Nee, er zit geen Safarizon in Alola. Zo'n goede aanval Valplay op low level. Nice. Oké, Zubat is Gonzo. Heel fijn. Het heeft zijn charmes, maar het is niet essentieel. Ik vond Safarizon in sommige games wel leuk. Ik vond hem in Diamond and Pearl wel leuk, de Giant Marsh. Ik denk dat ze de Safarizon gaan vervangen in de remakes voor Wild Area, denk ik.
Oeh, hij heeft me geheeld. Thanks, Elma. Super nice. Oeh, ik moet tegen Elma. Hij heeft een Smeagol. Een Smeagol, een Smurgle, toch? Oh, hij heeft een Young Goose. Ik ben tevreden met die 1K, hoor. Ik ben heel blij dat ik die uiteindelijk heb mogen vangen. Hij is wel een beetje frail, volgens mij. Smurgle, zie je? Ja, hij heeft wel een Smurgle. Maar wel even een andere Pokémonnetje inzetten. Hij heeft nog niet zo'n goede aanvallen. Laten we Arrow maar even doen dan. Oh. Ik vind het echt een grappige Pokémon. Smurgle. Ik heb ook een tijdje Smurgle gehad in deze game. Omdat het voordelig was voor de SOS battles. Dat deed veel te veel damage. Oh jee. Ik heb een idee. Ik hoop dat hij het overleeft, anders word ik echt boos. Kwast ging 2 levels omhoog. Very nice. Pico level 9. Super nice. Nee joh, Fikervolt heeft na Rowlet de meeste potentie als eindpokémon. Moet ik hier dan nog doorlopen? Dus de police station. Oeh, daar lag wel een TM. Die moet ik nog even pakken. Normaal moet je hier, dacht ik, altijd heen. Maar hier is nu niks. Krijg ik Tauros zo al of niet? Of is dat pas veel later? Weet ik eigenlijk niet. Zo. Oh, wait for me. Het is een Lily. Dit vind ik altijd een beetje slecht aan. Niet per se aan deze game, ook aan deze game, maar gewoon in meerdere games. Dat je dan zoveel water ziet zonder ook maar een ander eiland te zien. Of zonder een klein strandje te zien. Of iets in het water, zeg maar. Lost potential vind ik dat altijd. Wat krijg ik? 3 revives. Lily, weet je niet dat je bij een Nuzlocke geen revives mag gebruiken? Wat is dit voor een doos? Oh, grab it by the horns. Krijg ik hem al? Ja, of ja toch of niet? Ah nee, ik krijg hem nog niet. Reset. Jammer, ik vind dat zo chill om een Tauros te hebben om op te rijden. Dat gaat een stukje sneller. Hier mogen we weer een Pokémon vangen. Hier kan je normaal Smurgle vangen, maar volgens mij kan er een Makuhita naar je toe rennen. Dat is een fight Pokémon, die heb ik nog niet, dus... Als het goed is, dit kan een Makuhita. Volgens mij is dit een Makuhita, toch? Nee, een Ekans. Very sad. Hij heeft wel Intimidate. We pakken hun Pokébel. Deze gaan we wel eventjes naar de PC brengen. Yeah. Oh nee, ik ben vergeten een naam te geven. Nu. Dat is ook een heel groot pluspunt van Sword and Shield. Dat je overal een nickname kan geven. Dat je alle vergeten aanvallen weer opnieuw kan leren. Oh, we krijgen nu... Volgens mij komt er zo meteen al een stukje dat nieuw is, Sander. Daar hebben we voor jou. Beauty Crystal. Hallo Crystal. Cutie Fly. Oh, ik had net zo goed even kunnen healen net. Nou ja. Een Bug Pokémon met pack. Haja. Ah, I missed this stunts for. Lekker voor je Cutie Fly. Ah, oh, en dood. Haha. Cutie Fly is Gonzo. Het is nu wel even tijd om Rowlet. Rowlet is 2 levels hoger dan 1K. Dan kan 1K nog wel even voor blijven. Dat is zometeen hier. Mag ik zometeen nog een Pokémon vangen? Zal ik dat even doen? Nou, deze wil ik nog wel voor je pakken, Sander. Een Heelbal, yay!
Dan heb je hier als het goed is al de cemetery. En daar kan ik een Pokémon vangen. Een Drifblim of een Duskull of... Chippet, dacht ik. Oeh, Zubat. Ik hou van Zubat. Dit is niet nieuw. Nee. Dat zeggen niet veel mensen, maar ik vind Zubat best een coole Pokémon. Alleen ga ik hem nu denk ik niet in mijn team doen, want... daar heb ik een reden voor. ik heb al een vliegpokémon en die heeft ook nog water. Dus. Maar misschien dat ik hem later erbij pak. Maar Zubat, volgens mij kan je die makkelijk vangen. Heeft hij niet zo'n hoge... Niet zo'n moeilijke catch rate. Ja, Crobat is super vet. Nice. Nou, die doe ik ook naar de box. Brengen zo. Eerst even een paar van die pokeballs pakken hier. Oh, daar ligt ook nog een pokeball. Die wil ik ook nog even pakken. Oeh, en daar ligt ook nog een TM. Ik wil niet al te veel trainers gaan verslaan. Je komt hier later toch nog een keer terug. Wel wat later in de game, maar... TM100. Confide. Ik moet wel even een andere Pokémon voorop zetten, want ik moet zo meteen tegen het vrouwke vechten. Voordat ik naar de... Naar de ding kan. Ja, offer jezelf maar aan de goden, Sander. Dat zou iedereen een plezier doen. Goed, eerst even tegen deze buffer. Oh! Dat is geen trainer. Laat maar dan. Dan gaan we healen. Zubat... eventjes in de box doen. En als het goed is kunnen we dan zo naar het nieuwe stukje. Cyberbullying. Aansteller. Nu krijg je eindelijk karakter. Precies. Veripog. Zubat. Die post zitten we ook even. Drifloon. Die hadden we eventueel ook nog kunnen krijgen. Net in de graveyard. Maar we kwamen helaas. Net trouwens. Zubat is ook gewoon een vette Pokémon. Dat is helemaal niet helaas. Hotzeflot. Oh. Aftermath. Dan ben ik echt blij dat ik niet low HP was, anders was ik echt genaaid. Ja, ik weet hoe Crabrawlers werken in deze game. Oh ja, dat zie je. Kijk, hier is dat. Dit hele stuk, zeg maar, wat je hier aan de linkerkant ziet, daar beneden zo, daar kan je, dat zit helemaal niet in gewone Sun and Moon. Hé, een ijs-Pokémon. Ik heb geen vuur-Pokémonnetjes. Swagger? Nee, dat doen we niet. Bazinga level 10. En Bite. Zeer nice. En Kwast level 12. En Pico level 10. Het is een feest. Met die Mantine kan je dus surfen naar andere eilanden. Maar dat kan nu nog niet. Als het goed is. Ik mag niet achter haar langs. Zit hier niet ook nog een verborgen grot? Volgens mij wel. Oh ja, hier kan ik nog geen Pokémon vangen volgens mij, want... Of kan je hier wel Pokémon vangen, dit stukje? Ja! Oh! We mogen hier weer een Pokémon vangen. Dit is... Die hebben we al. Oké, dit is een dupe. Die hoeven we niet te vangen. Welk level? 8, oké. De couldn't get away, daar word ik wel echt moe van hoor. Hoezo niet? Later kunnen we nog in deze cave terugkomen als we willen. Maar... Nu in ieder geval voor een Pokémon. Psyduck. Oké, nou, we krijgen een Psyduck. Hij doet watersport, oh jee. Nog een keer tackle voor nog net eventjes wat meer. AP. Oh, een crit, natuurlijk. Kijken of ik al iets met die Mantine kan. Nee, dat kan echt pas later. Oh. Yo, ik ben Team Skull. Yo, swag, yo. Ik ben vet cool, man. Yo. Jij komt hier praten tegen mij. Yo. Yo, ik zeg yo tegen de Mantine, yo. Dit stukje moest ik wel doen. Je moet hier straks ook weer... Als je deze eiland gecomplete hebt, moet je hier ook weer naartoe.
Ah, ik hoopte dat ik die Pyukumuku mocht krijgen of kon krijgen. Een witte herp. Hallo herp. Oké, ik heb een witte herp. Nee, ja, je moet nu dezelfde. Je moet wel gewoon die weg terug, zeg maar. Je kan dit normaal ook later doen, zeg maar. Maar omdat ik wist dat het hier zat, ben ik hier eerst naartoe gegaan. Wat moet je, Crabrawler? Flikker gewoon een end op. Oh, ik moest dat toch doen, Sander. Het is wel verplicht. Ik moet alleen nog tegen die Team Skull gasten vechten. Yo, yo, Zwek, yo, yo. Ik ben Team Skull en ik zeg yo. Doe Astonish. Aja! Dit is best wel wat damage. Doe nog een keer Astonish. Aja! Ah. Doe nog een keer Astonish. Oké, drie keer Astonish je scheepsrecht. Nou, flikker op, dankjewel. Dankjewel! Je krijgt een fresh water van mij. Omdat ik een vieze bitch ben.